welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag een beetje in de kerstsfeer of zo. Maar goed, ik ga het vandaag hebben over producten die ik helemaal heb opgemaakt. En het is van alles. Het is skincare, het is make-up, gewoon alles omtrent beauty. En ik heb echt een heleboel producten. Meer dan dat ik normaal heb in deze soort video's. Ik ga jullie vandaag laten weten wat ik van al die producten vond. Dat ik het opmaak houdt niet automatisch in dat ik het ook goed vond. Af en toe vind ik het ook gewoon zonde en dan wil ik het gewoon opmaken. Af en toe moet ik het opmaken om echt te weten wat ik ervan vind. Vooral met skincare heb ik dat echt. Dus ja, en het is echt weer een heleboel jongens. Ik heb echt weer veel opgemaakt. Ik vind het ook altijd zo satisfying als iets gewoon opgaat. I love it. Het klinkt heel raar, maar ik hou ervan als dingen opgaan. Maar goed, ik ga jullie dus vandaag alles laten zien. Ik heb ook wat haarproducten. Ik heb echt gewoon van alles. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik zal eerst vertellen welke prachtige rode lipkleur ik op heb. Super betaalbaar. Deze matte liquid lipstick van Makeup Revolution. Van hun DC collectie of iets. Ja, van hun superhelden collectie. In de kleur, geen idee. Geen idee welke kleur dit is. Het wordt gepromoot als een lipgloss. Het is geen lipgloss. Het is gewoon letterlijk helemaal mat. Maar het is echt geweldig. Super mooi. Oké, laten we gewoon snel beginnen. Want ik heb echt een heleboel. Pak er iets lekkers bij. Iets te eten. Iets te drinken. En kom lekker luisteren naar al mijn gebrabbel. En ik ga beginnen met iets voor de Nana daar beneden. Van E-Cooking heb ik hier de Intimate Wash. Deze had ik ontvangen in een goodie box. Ik heb hem toevallig gisteren opgemaakt. Of vandaag? Gisteren heb ik hem opgemaakt. Hij is helemaal leeg. Ik vond hem echt fijn. Ik weet niet of het gewoon in mijn hoofd zat of het echt zo is, maar het voelde echt alsof het echt goed refreshed was daar beneden. Ik voelde me echt een stuk frisser of zo. Heel raar. Ik heb hem gewoon elke dag gebruikt. Of ja, niet elke dag, om de dag. Gewoon wanneer ik het wilde gebruiken. Ik bracht het gewoon zo aan. Ik waste het er gewoon gelijk af. En ik ervaarde het echt als heel refreshing. En ik vond het echt een heel fijn gevoel. En ik raad hem daarom ook gewoon echt zeker aan. Iets wat ik niet aanraad is deze douche wash van Kruidvat. De Rose Douche Mousse. Wat een drama jongens. Ik had er 2. Die andere heb ik ook gewoon gelijk weggedaan. Want ik dacht nee. No. Dit is dus een douche wash voor in de douche om je lichaam te wassen. Ten eerste wordt hij gepromoot als voor de droge huid. Ik heb een droge huid. Dus ik dacht ideaal. Hij doet letterlijk niks voor mijn droge huid. Het bleef gewoon zo droog als maar kan zijn. Ten tweede. Tweede is deze mousse ding echt niet fijn. Je moet super hard drukken. Er komt bijna niks uit. Het was echt een gedoe in de douche. Dus ik dacht echt nee. En hij bracht niet fijn aan op de huid. Hij bracht heel vlekkerig aan, zeg maar. Op de ene plek kwam er heel veel. Op de andere plek bijna niks. Dus ja, deze was gewoon echt een drama. Ik heb hem wel helemaal opgemaakt. Ik dacht, ja, misschien moet ik hem vaker gebruiken. Vind ik hem dan goed of zo, weet ik veel. Ik vond het ook gewoon zonde. Maar ja, hij is helemaal leeg, maar ik vond hem echt helemaal niks. Iets wat ik geweldig vond, is deze haar conditioner van Curly Girl. Krullen zijn wel heel specifiek. Voor iedereen werkt iets anders beter. Dit is de light versie. Dus ideaal als je lange krullen hebt als ik. Ik heb heel lang haar, dus het zakt heel snel. Dus ik wil niet iets heel zwaars in mijn haar hebben. Ik wil juist iets lichts, zodat het gewoon lekker fluffy omhoog blijft. En dit was echt ideaal. Hij is echt helemaal leeg. Hij verzwaart mijn haar helemaal niet. Hij laat mijn krullen er super mooi uitzien. Ik vond hem echt geweldig. Dus iedereen, vooral met lang krullend haar, gaat dit echt geweldig zijn. Van Mario Badescu of zoiets heb ik de Rose Water Toner. Super fijne toner. Ik vond hem heel fijn op de huid. Hij bracht heel fijn aan. De geur is heel fijn. Ik ben aan het twijfelen of ik hem had ontvangen in een goodie box of niet. I'm not sure, maar in ieder geval, ik vond hem echt top. Hij is helemaal leeg, zoals je kunt zien. Echt een fijne toner. Ik heb van de Body Shop de Joy & Jasmine Shower Gel. Deze shower gel in de douche ook echt heel erg fijn. Vooral de geur is heel refreshing. Als je daarvan houdt, daar staat ook letterlijk op refreshing. Ik had dat niet eens gezien en ik vond hem al dat effect hebben. Dus deze is echt heel fijn. Als je houdt van zo'n mintachtige refreshed gevoel, zeg maar, dan vind je hem echt geweldig. Je huid voelt echt heel schoon aan. Vooral, ja, het komt ook door de geur. Dus het zit ook gewoon een beetje in je hoofd. Maar ik hou er gewoon echt van. Ik vond hem echt heel fijn. Ik heb hier van Yari de 100% pure castorolie. Deze is te halen bij de Kruidvat. Hij is helemaal leeg, zoals je kunt zien. Hallo. Scherpstellen. Ik breng 1 keer in de week een hot oil treatment aan in mijn haar. En deze gebruikte ik daar altijd voor. Ik combineerde hem met kokosnootolie. En ik vond hem echt heel fijn. Mijn haar ging echt glanzen. Werd helemaal zacht. Echt toppie. Hij is helemaal leeg. En ik heb ook al een ander flesje gehaald. Kruidvat heeft echt een heleboel van dit soort flesjes. Met allemaal verschillende soorten oliën. Ik raad je aan om gewoon online te zoeken wat het beste matcht met jouw haar. Heb je heel droog haar? Heb je heel vettig haar? Alles matcht met een ander soort haar. Ik heb een beetje droog haar.
vandaar dus, dit was ideaal voor mij. En ik vond hem ook echt heel fijn. Van Shiseido heb ik de Ultimate Serum. Ultimmune Power Infusing Serum. Deze, ja, is echt geweldig. Hij is echt duur. Dat wel, hij is echt duur. Ik had hem gewoon ontvangen. Hij is helemaal leeg. Ik heb hem echt helemaal opgemaakt. Maar ik vond hem echt geweldig. Je huid krijgt echt een hydratatieboost. Echt geweldig. Ook heel fijn voor onder je make-up om gewoon mee te primen. Ik vond hem echt toppie. Daarvoor gebruikte ik hem niet. Ik gebruikte hem altijd gewoon voordat ik ging slapen onder mijn nachtcreme. En ik zag echt verschil in mijn huid. Toen ik deze gebruikte, mijn huid was echt toppie. Ik wissel heel vaak van producten. Dus ik zie altijd gelijk verschil wanneer ik iets anders gebruik. En mijn huid ging er echt op vooruit toen ik deze ging gebruiken. Dus hij kost wel wat, maar naar mijn mening is hij echt elke euro waard. I love it. Ik heb hier make-up, mijn Revolution Contour Paletje. Als je dus zo naar kijkt, kun je misschien iets hebben van Sarah. Hij is niet op. Voor mij is hij wel op, want de enige twee kleuren die ik gebruik zijn de kleuren hier en hier. Maar vooral de kleur hier. En hij is ook helemaal kapot. De deksel is eraf. Als je mijn laatste paar video's hebt gezien, heb je ook gezien dat ik weer mijn contour paletje van NYX gebruik. Ik moest me ook echt schamen dat ik dit nog zo lang heb gebruikt in mijn video's. Hij is wel heel fijn. Hij is lekker betaalbaar. De contourkleur is ook perfect voor mijn huidskleur. Maar ja, het was wel klaar om gewoon, ja, naar iets anders te gaan. Van Filorga heb ik de Global Repair Essence. Hier heb ik zo lang over gedaan, jongens. Echt een jaar of zo. Want hij is super groot. Deze bracht ik aan onder mijn dagcreme. Ik ga eerlijk zijn met jullie. Ik weet niet of het echt iets deed. Misschien wel. Misschien had ik het gewoon niet door. Ik weet niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het gewoon niet. Hij is best wel duur. En ik weet het gewoon niet. Als iemand deze heeft gebruikt en wel weet wat hij ervan vindt, laat het ons weten beneden in de reacties. Maar ja, af en toe weet ik het gewoon niet. Ik weet niet of ik iets zag. Ik weet ook niet of het echt iets was dat ik echt moest hebben voor mijn huid. Ik heb hem gewoon wel opgemaakt, maar ja, ik heb er eigenlijk gewoon echt geen mening over gehoord. Van de Body Shop heb ik de Himalayan Charcoal gezichtsmasker. Dit is de kleine en hij is helemaal leeg zoals je kunt zien. En hij is echt geweldig. Deze is echt geweldig. Ik bracht hem aan in de ochtend en mijn huid voelde de hele dag refreshed aan. Hij pakt je huid helemaal vast. Hij refresht helemaal. Hij haalt alle viezigheid op je gezicht eruit. Hij maakt je poriën echt helemaal schoon. Heeft een hele fijne, frisse geur. Hij is wel een beetje heftig. Als je een gevoelige huid hebt, weet ik niet of hij echt ideaal gaat zijn voor jou. Maar ik vond hem echt fantastisch. Mijn huid voelde zo zacht, schoon aan. Echt een super, super fijne masker. I love it. Ook van de Body Shop heb ik de lip scrub. Ik weet niet welke lip scrub dit is, maar het komt in beeld. En hij is ook weer helemaal leeg. Ik vond hem heel fijn. Hij is best wel ruw. Daar hou ik van. Mijn lip scrubs moeten echt ruw zijn, want ik heb echt hele droge lippen. En hij ruikt echt heerlijk. Ik ruik gewoon nog de geur hier. Het is letterlijk alsof je scrubt met een stuk suiker gewoon. Ik vond hem echt heel fijn. En ook die geur zo. I love it. Dit is echt een hele fijne lipscrub. Ik zou hem zeker halen. Van Catrice heb ik hier de True Skin Concealer. Helemaal leeg. Ik maak niet heel vaak concealers echt helemaal op. Maar deze is echt helemaal leeg. En ik vond hem echt geweldig. Dit is de kleur 032. Echt een hele, hele fijne concealer met een volledige dekking. Is niet te droog. Hij hydrateert. Hij voelt fijn aan op de huid. Hij blendt ook helemaal in. Het is niet zo'n concealer die zo dikkig op de huid ligt. Ik vond hem echt heel fijn en super goedkoop ook. Hun hele True Skin line is echt fantastisch. Dan heb ik hier van I Heart Revolution deze lipbalm van hun collectie in samenwerking met Elf, de film. Ik had er ook een hele video over gemaakt. Is al wel een hele lange tijd geleden. En dit was de balm en zoals je kunt zien is hij helemaal leeg. Ik heb hem helemaal omhoog gedraaid. Hij is helemaal leeg. Ik vond hem echt heel fijn. Ik bracht hem altijd aan voor mijn video's. Hij gaf ook zo'n hele mooie roze gloed op mijn lippen. Ik vond hem echt heel fijn. Dus ja, deze echt helemaal opgemaakt. En ook dit soort producten maak ik niet heel vaak op. Dus dat hij op is, zegt echt heel veel. Ik vond hem heel fijn en hij is super goedkoop. Ik weet niet of hij er nog is, maar hij is echt een fijne balm. Van Benefit heb ik hier de Professional Hydrating Primer. Deze is een ja en een nee. In het begin vond ik hem heel fijn. Ik vond hem beter dan de normale, omdat hij ook oprecht hydrateert. Maar na een tijd maakte het mijn huid gewoon te droog. Ik bracht het altijd zo'n beetje zo hier aan. En na een tijd begon ik gewoon te zien dat mijn make-up er niet meer zo mooi op aanbracht. Hij is wel helemaal leeg, want dat was pas echt op het einde. Dus echt heel raar. Misschien is hij gewoon niet meer goed of zo. I don't know. Maar toen had ik echt iets van, nee man, die andere heb ik al veel, veel langer. En die doet het gewoon helemaal niet. Dus ja, deze raad ik niet aan. Ik raad gewoon de normale aan. Die is echt beter. Maar hij is wel helemaal leeg. Dus ja, ik heb er wel goed gebruik van gemaakt. Van Catrice heb ik hier deze Serum Glow Overnight. En ik had echt het gevoel dat hij echt iets deed. Met dit soort betaalbare serums heb ik niet heel vaak dat ik echt iets
iets hebt van ja, die is echt goed. Maar deze was echt goed. Ik bracht hem altijd aan voor dat ik ging slapen. En ik zag echt een glow op mijn gezicht. Dus deze raad ik zeker aan. Als het goed is, is die er ook gewoon nog. Ik vond hem heel fijn. Super goedkoop. Als je een doffe huid hebt als ik, zou ik hem zeker proberen. Ook van de Elf collectie heb ik hier hun lip scrub. En ook deze is helemaal leeg zoals je kunt zien. Deze lip scrub was een beetje een... Moi, het is niet echt de beste scrub die ik ooit heb gehad, maar ook niet de slechtste. Dus ik vond hem oké. Ik heb hem gewoon opgemaakt, want ik vond het anders zonde. Zoals je kunt zien is hij helemaal leeg. Hij kan niet meer verder omhoog. Vind ik hem slecht? Nee. Zou ik hem opnieuw halen? Ook niet per se. Van Shiseido heb ik de Instant Eye & Lip Makeup Remover. Deze gebruikte ik om mijn oogmake-up eraf te halen. Zoals je kunt zien, helemaal leeg. Hij was echt heel fijn. Hij haalde de make-up er echt goed van af. Raad ik hem aan? Nee. En dat is niet per se omdat hij slecht is. Maar de prijs. De prijs is wel is wat. Je betaalt wat hiervoor. Terwijl mijn Ethos Oog Makeup Remover is letterlijk net zo goed. Dus alleen maar puur om de prijs raad ik hem niet aan. Maar hij is wel echt heel erg goed. Van Elemis heb ik de Marine Cream. Pro Collagen Marine Cream Anti-Wrinkle Dagcreme. Ik vond hem heel fijn. Ervaarde ik echt dat hij iets deed voor mijn huid. Niet per se. Maar het is een anti-rimpel dagcreme. En ik heb dat niet. Ik heb geen rimpels. Ik heb nog gewoon een goede huid. Dus misschien is dat waarom ik niet echt verschil zag. Ik heb hem wel gewoon helemaal opgemaakt. Maar ja, ik denk gewoon niet dat dit echt een crème was die ik echt zou moeten gebruiken. Van Balance Me heb ik deze gezichtsolie. Deze had ik ontvangen in een goodiebox. Ik vond hem echt heel fijn. Hij is helemaal leeg zoals je kunt zien. En hij is heel handig in gebruik. Want je rolt het gewoon zo op je huid. En het is klaar. Het is echt een best wel een dikke olie. Ik zou hem alleen maar aanraden als je echt een droge huid hebt. Maar ik vond hem heel fijn. En helemaal opgemaakt. Voelde zo fijn op mijn huid. I love it. Van Shiseido heb ik hier de cleansing oil. Deze cleansing oil is fijn. Toen ik hem begon te gebruiken vond ik hem niet zo. Maar dat was omdat ik het steeds combineerde met water. Ik weet niet waarom ik dat deed. Hoeft ook helemaal niet. Moet ook helemaal niet. Maar door het water was hij niet meer zo goed. Werd hij te dun. Toen gebruikte ik hem erna gewoon op zichzelf. En toen was hij echt geweldig. Mijn make-up smolt eraf als boter. Ik hoefde niet eens meer per se extra te cleansen hierna. Zou ik wel doen, maar ik ben af en toe gewoon een beetje lui. Ik vond hem echt heel fijn. Echt een goede cleansing olie. Mijn huid voelde helemaal schoon aan en niet zo droog. Dus dat vond ik echt top hieraan. Van Catrice heb ik hier hun lip balm van hun Disney Princess collectie Belle. Deze lip balm is helemaal leeg zoals je kunt zien. Deze bracht ik altijd mee in mijn tas en dan als mijn lippen droog waren, bracht ik hem aan. Vaak was ik al opgemaakt en dan vind ik het fijn om een balm met een kleur aan te brengen, want het matcht dan met de hele make-up look. Deze had echt een kleur zo rozig, zeg maar. Was echt super duper mooi. Hij zag er echt fantastisch uit. Helaas kan ik het nou niet meer laten zien, want hij is helemaal op. Maar ik vond hem echt super duper fijn. Dus ik heb hem echt helemaal opgemaakt. I love it. Iets wat mij echt heeft gechoqueerd, waarvan ik echt niet had verwacht dat ik het zo goed ging vinden als dat ik het vind. En dat is deze Overnight Lip Mask van Action. Alsjeblieft zeg mij dat deze te halen is bij de Action, want volgens mij had ik hem gehad in hun adventkalender. Deze, ik weet niet wat het is, de Max & More Overnight Lip Mask is echt een van de beste lipmaskers die ik ooit heb gehad. En dit is gewoon een merk van de Action, Max & More. Super cheap. Hij is helemaal leeg. Elke nacht voordat ik ging slapen bracht ik hem aan. En in de ochtend mijn lippen waren zo zacht. Zo gevoed. Het was zo fijn. En ik heb heel veel lipmaskers gehad. En ik was echt in shock dat de Action zo goed presteert. Dus als hij te halen is, zou ik hem zeker halen. Ik ga ook nog naar de Action en dan ga ik zeker op zoek. Maar deze was echt fantastisch. Fantastisch, echt wowie. Van Clarins heb ik hier de Hydra Essential Crème. Een gezichtscrème die hydrateert. Dit is een van de beste gezichtscrèmes ever. Vooral als je een droge, doffe huid hebt als ik. De Hydra Essential lijn van Clarins. Al die producten zijn echt geweldig voor iedereen met een vochtarme huid, droge huid, doffe huid. Wat ik wel iets minder vond is hij ging echt super snel leeg. Het is ook niet heel veel. Dit is de kleine. Maar hij ging echt heel snel leeg. Normaal doe ik echt wel een paar maanden met een crème. En nou was hij echt binnen een maand al leeg. Maar ik vond hem echt geweldig. Echt fantastisch. Van Shiseido heb ik hier de Beauty Sleep Mask. Deze is helemaal leeg. Zoals je kunt zien is gewoon een nachtcrème. Het is geen masker. Of is het wel een masker? Volgens mij was het een 2-in-1 ding. Ik gebruikte het gewoon als nachtcrème, zeg maar. Maar ik vond hem niet zo. Hij maakte mijn huid een beetje droog of zo. Ik vond hem niet fijn liggen op de huid. Hij trok een beetje. Dus nee, deze raad ik niet aan. Van Purol of zoiets, de Be Lip Balm. Deze is ook helemaal leeg. Zoals je kunt zien ga ik door een heleboel lipballumpjes heen. Want ik heb hele droge lippen. Dit is een van de fijnste lippen
lipbalmpjes als je droge lippen hebt, jongens. Gewoon te halen bij de kruidvat of wat dan ook. En het is beeswax. 100% natuurlijk, dus dat is echt top. En als je echt hele droge lippen hebt, dit smelt helemaal in je lippen. En je lippen voelen echt niet meer droog aan voor echt een aantal uur. Voor echt een halve dag of zo. Terwijl het er al wel een beetje af is gegaan, maar alsnog worden je lippen niet droog. Ik heb heel vaak met dit soort lipbalmpjes dat zodra het er ook maar een beetje afgaat, mijn lippen weer gelijk droog zijn. En dat was hiermee niet. Dus deze is echt heel erg fijn. I love it. Last but not least, Queen Tarsi wimperlijm. Deze is echt geweldig. Ik heb hier alweer een andere. Dit is letterlijk de enige wimperlijm die ik gebruik. Deze Brush On zwarte wimperlijm van hun. Dit is echt de beste wimperlijm ever. Deze is echt helemaal leeg. Je brengt gewoon zo aan. En je kunt je wimper gelijk opplakken. En dat vind ik hier fijn aan. Met heel veel kan dat niet. Heel vaak moet je echt lang wachten. Een beetje opdrogen voordat je het kunt aanbrengen. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ik wil snel klaar zijn en het gewoon gelijk opplakken. Vandaag heb ik hem ook gebruikt. Dit is echt de beste wimperlijm ever, jongens. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit zijn alle producten die ik de afgelopen tijd heb opgemaakt. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Let me know beneden in de reacties als je vaker van dit soort video's wilt zien. Ik heb vandaag zoveel gepraat. Dit is video nummer 3 die ik vandaag maak. Dus ik ben gewoon echt een beetje misselijk van al mijn gepraat. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!